Just like the love of God that never ends. De liefde van God is onvoorwaardelijk voor ons. The love of God is unconditional. Hij zal ons nooit in de steek laten. He will never leave us. Hij zal altijd bij ons blijven. He will always be with us. Ik wil met jullie gaan naar Klaagliederen 3 vers 22. Het zijn de kunstbewijzen des Heren dat wij niet omgekomen zijn. Want zijn barmhartigheden houden niet op. Zijn barmhartigheden houden niet op. Gods altijd durende liefde en genade, die stopt nooit. God's unconditional love and his mercy never ends. Hij zal er altijd voor ons zijn. He will always be there for us. Wat zijn de kenmerken van een moederliefde? What are the characteristics of a mother's love? Een moeder geeft de tijd voor haarzelf, ook voor haar kinderen. A mother will always give up her time for her children. Ze zet zich altijd op de tweede plaats. She will place herself second. Ze denkt altijd aan haar kinderen. And she will always consider her child, her children. Als ik naar mijzelf kijk. If I can take myself as an example. Bijvoorbeeld als ik ga winkelen. If I'm going out shopping. Voor mijzelf. For myself. Ik kom altijd met iets terug voor de kinderen. I will always return with something for the children. Ik denk altijd van, oh, dat is leuk voor Daniel, voor Abigail. And I will always think, oh, but that's nice for Daniel or Abigail. Maar dat was vroeger, maar nu niet meer, want nu hebben ze hun eigen keuzes. And that was before, now no longer, because they have their own preferences. Mijn moeder geeft de dingen op. A mother will sacrifice. Voor haar kinderen. For her children. En Johannes 3 vers 16 zegt... And John chapter 3 verse 16 says, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die hem belooft, niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Amen. Amen. Een moederliefde biedt troost en bemoediging aan haar kinderen. A mother love will provide for, will console and give a comfort for the children. Ze biedt de kinderen een luisterend oor. She will always listen to the children. En ze begrijpt de problemen waar haar kinderen doorheen gaan. She understands the problems that the children encounter. Even gaan naar Jesaja 66 vers 13. Let's go to Isaiah 66 verse 13. Zoals iemand moeder hem troost, zo zal ik u troosten. Ja, in Jeruzalem zult gij getroost worden. Een moederliefde is geduldig. A mother's love is patient. Heel geduldig. Very patient. Eindeloos geduldig. Unconditionally. Een moeder is zorgzaam voor haar kinderen. And a mother takes care after her children. Ze gaat geduldig met haar kinderen om. She patiently take care of her children. Hetzelfde zoals God geduld met ons heeft. En eindeloos met ons omgaat. Just as God has patience with us. En de liefde van God stopt nooit. And God's love never ends. En de liefde voor onze kinderen stopt ook nooit. And our love for our children never ends. En soms zijn er uitdagingen. And there will be challenges. Maar als moeder blijf je positief. But as a mother you will be positive. Je straalt hoop uit. You will have hope. En je leert je kinderen om nooit op te geven. And you teach your children to never give up. Een moeder bidt elke dag voor haar kinderen. A mother prays every day for her children. Ze gaat elke dag op haar knieën. She will always go on her, every day she will go on her knees. Ze bidt voor haar kinderen. She will pray for her children. Ze bidt voor haar kinderen dat ze kracht zullen hebben. She prays for her children that they will have power. Ze bidt voor datgene en spreekt het uit wat ze voor haar kinderen wil. She
prays for her children and speaks out that which she wants for her children. En ze bidt dat ze zullen groeien in hun relatie met God. And she prays that they will grow in their relationship with God. Dat ze in hun leven, dagelijkse leven zullen wandelen met God. That in their everyday life they will walk with God. Een liefdevolle moeder zal ook haar kinderen disciplineren. A loving mother will also discipline her children. Wanneer het nodig is. When it is needed. Maar elke discipline die we als moeder geven is uit liefde. But every discipline we give our children comes out of love. Laten we even gaan naar Spreuken 13, vers 24. Let's go to Proverbs 13, 24. Proverbs. Wie zijn roede spaart, haat zijn zoon. Maar wie hem lief heeft, tuchtigt hem reeds vroeg. Amen. Vriendelijke woorden zijn als honingzeem. Zoet voor de ziel en medicijn voor het gebeente. We disciplineren onze kinderen uit liefde. We discipline our children out of love. Wanneer ze een verkeerde keus maken. When they make wrong choices, is het voor hun eigen bestwil. It is for their, it's because we love them. Een moeder beschermt haar kinderen. The mother will protect her children. Ze is altijd alert. She's always alert. Ze is zorgzaam bij ziekte en beschermt haar kinderen. When they are sick, she will take after them and protect her tegen children. Tegen mogelijke schade. To make sure that there is no damage, collateral damage. Als haar kinderen volwassen worden, zal een moeder vechten als een leeuwin. And when the children are going into maturity, the mother will fight as a lioness. Om hen op het juiste pad te houden. To keep them on the right path. En zo doet God dat ook met ons. And that's how God goes, does with us. God beschermt ons tegen elk gevaar. God protects us from every danger. Laten we even gaan naar Spreuken 18 vers 10. Let's go to Proverbs chapter 18 verse 10. Dit is een hele krachtige Bijbeltekst. And this is a very powerful Bible verse. De naam des Heeren is een sterke toren. Amen. De rechtvaardige uilt daarin en is onaantastbaar. Amen. De Heer is een sterke toren. The Lord. Zijn naam is kracht. The Lord is a powerful tower and his name is strength. De rechtvaardige zal bij hem zijn toevlucht zoeken en veilig zijn. Oh, the righteous will go for protection and be safe. Een moeder zal altijd van haar kinderen houden. A mother will always love her children. In goede en slechte tijden. In good and bad times. Maar als ze verkeerde keuzes maken. But when they make wrong choices. Mag je dit als moeder aangeven? As a mother you can point this out. Je houdt van je kinderen. You love your children. Maar als ze verkeerde keuzes maken. But when they make wrong choices. Is het belangrijk om ze dat te laten weten. It is important for you to let them know. En zo gaat het ook met God. And that's how it is with God. We kunnen God ook teleurstellen. We can sometimes disappoint God. Soms doen we dingen die niet goed zijn. And then we do things that is not good. Maar hij blijft onvoorwaardelijk van ons houden. But he still keeps, he still loves us unconditional. Halleluja, laten we even naar Psalm 86, vers 15. Let's go to Psalm 86, verse 15. Maar gij, Heere, zijt een barmhartig en genadig God. Langmoedig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Heer, u bent een God die genade geeft, vol liefde en medelijden naar mij omziet. Ook bent u heel geduldig en toont mij uw liefde, goedheid en trouw. En als laatste wil ik met jullie delen. As last point I want to share with you. Er komt een tijd dat ze uit gaan vliegen. There comes a time that they will go out on their own. Ik wil het vergelijken met een moedervogel. I want to compare this with a mother bird. Waaruit een kleine vogel uit een ei komt. Where a small bird will hatch out of an egg. In het begin zal deze kleine vogel bij haar moeder blijven. In the beginning, the small bird will be with the mother. Maar op een gegeven moment gaat hij uitvliegen. But at a point. The bird has to fly out. En de vogelmoeder zal op afstand blijven. And the mother bird will keep her distance.
Ze zal met hem meevliegen. She will go for a bit with the small bird. Maar niet op zijn vleugels zitten. But not sit on the wings. Dus wij als moeders. So we as a mother. Voor de ene is het moeilijker als de andere. For the one it is it might be difficult than for the other. We moeten onze kinderen leren loslaten. We have to learn to let our children go. We moeten ze laten vliegen. We have to let them fly. We mogen met ze meevliegen. We can go for a distance with them. Maar niet op hun vleugels zitten. But we cannot sit on their wings. We moeten ze de dingen zelf laten doen. We have to let them do the things on their own. Als ze vallen, staan ze weer op. And when they fall, they get up. Als ze om hulp vragen, geven we hulp. And when they request for help, we provide. En ze moeten het samen doen. We have to do it together. En je moet ze vertrouwen als moeder. And you have to trust them as a mother. Datgene wat ze in de kerk als onderwijs hebben meegekregen. That which they learned in the church. Dat ze dat ook in hun dagelijkse leven gaan toepassen. That they will apply it in their daily life. Want bemoeien houden ze niet van. Because when you interfere, they don't like that. Je hebt helpen en bemoeien. There is a difference between helping and interfering. Maar wij als moeder. But we as a mother. Zien het als helpen. We see that as helping. En de kinderen zien het als bemoeien. And the children will experience that as interfering. Ik heb dat zelf ook meegemaakt. I have been through that myself. Maar dan zeggen ze van, ik ben een man, ik ben een vrouw. And then they will tell you, I'm a man and I'm a woman. Ik kan het zelf. I can ik ben do it on my own. I am an adult. Ik drink geen babymelk meer. I'm not drinking babymelk anymore. Ik eet nou vlees. I'm now eating meat. Met bot. Met bones. I'm strong now. Ik ben sterk nu. Halleluja. Amen. Halleluja. Je mag je kinderen als moeder wel begeleiden. As a mother, you can guide your child. Maar als je constant op hun lip zit. But when you are constantly busy in her business, this, dat vinden ze niet leuk. They don't like that. They don't like that. Ze houden daar niet van. Ze willen het zelf doen. They want to do it on their own. En ze willen zien dat ze, laten zien dat ze het kunnen. And they want to show you that they are able to do it. Wat ik jullie vandaag wil meegeven. What I want to give you as a takeaway today. Wees bemoedigend vandaag en altijd. Be, give them, provide encouragement. En onthoud, and today and always. En onthoud dat wij als moeder een weerspiegeling zijn van Gods liefde. And just remember that we are a reflection of, as a mother we are a reflection. En zo is Gods liefde uniek. And that's how God's love is unique. En zo zijn wij ook uniek als moeder. And that's how we are unique as a mother. Halleluja. Amen. Dat wilde ik jullie meegeven. Was not planned to preach actually. It was not the planning of Pastor Elmi was er niet op voorbereid om te spreken eigenlijk. But I think it was the second day when I came back from my travel. Ik geloof dat het de tweede dag was toen ik terugkwam van mijn reis. And she was rejoicing I'm back.
En ze was heel blij dat ik terug was. And she was talking how she's going to sit on Sunday and just relax. En toen had ze erover hoe ze zondag rustig zou kunnen zitten en relaxen. And I just kept quiet. En ik bleef stil. We went to the police station. Wij gingen naar het politiebureau. Because some criminals were trying to take away all her money and everything. Want er waren criminelen bezig die haar rekening of haar geld wilden pakken. So when she thought that everything was all right, en juist toen ze dacht dat het allemaal weer goed ging, and she was comfortable, en dat ze weer op haar gemak mocht zijn, that I'm around, dat ik het meer was, I told her, on Sunday you share something with me. En toen zei ik haar, op zondag zal ik iets delen met uw vrouwen. So what? Zei wat? Zei het is moedersdag, deel iets met de vrouwen. Very simple. Heel eenvoudig. You don't need to shout. Je hoeft niet te schreeuwen. To show that you are serious. Om te laten zien dat u serieus bent. Amen. This morning she was telling me, can't you just cancel it? You do it. En ze vroeg me vanochtend, kunt u het niet annuleren en dat u het gewoon zelf kunt? She was repeating it, but I have no answer for that. En ze herhaalde dat steeds, maar ik had daar geen antwoord op. A king does not speak twice. Een koning spreekt niet twee keer. Once. A priest does not speak twice. Een priester spreekt niet twee keer. It's once. Eén keer. If you heard it from God, als je het van God gehoord hebt, it's not subject to debate. Dan is het niet aan discussie onderworpen. How many of you enjoyed her message? Hoeveel van jullie hebben genoten? Amen. I think she spoke to all of us. En ik denk dat ze tot ons allen gesproken heeft. Let all the women shout hallelujah. Laat hallelujah. Let all the mothers shout hallelujah. Laat hallelujah. Let the prospective mothers shout hallelujah. Let hallelujah. Moeders hallelujah roepen. And let all the creations of God shout hallelujah. En laat hallelujah. Hallelujah. Happy Mother's Day. Fijne Moederdag. Thank you. Amen. 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 We lift your name. 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 Higher. We lift your name. Higher. We lift your name.
we magnify your name. Lord, we lift your name higher today. We are grateful for what you have done. We thank you for your mercies. We thank you for your blessing. We thank you for your guidance, your instructions. Lord, we bless your name. Thank you for what you are doing in this church. Thank you for the love that has no end you have for all of us. Thank you for drawing us close to you with your love. Lord, we promise we will never leave your presence. We will always be with you in the name of Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you for troubling mercies. Amen. Thank you for protection. Thank you for a day like this. Your name be blessed. In Jesus' mighty name we pray. Amen. And the people say, Amen. Please turn to your neighbor and say, you look great. You look great. You're sitting next to a woman, just turn around and say, Happy Mother's Day. In case the person is not enthusiastic and is not believing you, just touch yourself and say, I look wonderful. Give yourself a gift. Say, I look great. I'm the one happening now. I'm the one trending. I am the one trending. I look magnificent. I am the image of God. Give that clap for the Almighty. Add one or two things to what Pastor Emmy said, and I'll be out of the way. Ik zal één of twee dingen toevoegen over datgene wat Pastor Emmy gezegd heeft, en dan gaan we. Thank you so much, dear. I saw you have worked very hard. Ik zie dat jullie allemaal hard gewerkt hebben. In the time I was not available. In de tijd dat ik niet beschikbaar was. You worked very hard. Hard gewerkt. Some of you tried to reach me by phone. Sommigen hebben geprobeerd mij te bereiken via de telefoon. You could not get me. En ik kon mij niet bereiken. But it was not intentional. Dat was niet de bedoeling. I didn't have network every day. Ik had niet elke dag. Some of you sent me messages. En sommige van u hebben boodschappen gestuurd. Some of them, I think I've replied one or two. The rest I've not been able to read. En sommige heb ik wel kunnen beantwoorden, andere heb ik ook niet in. I promise that this week I will answer all of them. En ik beloof dat ik deze week wel antwoord zal geven. And those of you who called me and got me. En zij die mij bereikt hebben. Thank you. Dank u. Thank you. Dank u. Sometimes when you are in this kind of group. Soms wanneer u in zo'n groep bent. You never know that people care about you. Dan weet u niet, dan hebt u niet door dat mensen zich over u zorgen maken. Some of those telephone calls will come at the right time. En sommige van die telefoontjes komen op het juiste moment. Some of the messages will be at the right time. En sommige boodschappen komen op het juiste moment. Not those who are talking about their issues. En ik heb het niet over degene die praten over hun eigen situatie. Because some people don't know when to talk about things. Want sommige mensen snappen niet wanneer ze over zaken. They think they are always number one. Zij denken dat ze altijd nummer 1 zijn. Even when you are crying, they are telling you their problems. Zelfs wanneer u aan het huilen bent, vertellen zij hun problemen. Alsof they are the only people in the world. Alsof het gaat, alsof zij de enige persoon zijn. We moeten sensitief. We moeten gevoelig kunnen zijn. There is a time somebody is weeping. Er is een tijd waarop iemand aan het weenen is. That is not the time to resolve your problem. Dat is niet de tijd dat u uw probleem wilt gaan oplossen. That is the time to clean the person's tears. Dat is de tijd waarop u de tranen van de ander droogt. Amen. We are human beings. We zijn allemaal mensen. Even if we carry the title, apostle, pastor, father, mother, no. Apostel, pastor, father. Some of them were genuine, some were not genuine. Sommigen waren oprecht en anderen weer. Amen. Amen. I promise I will tell you the truth. Ik heb u beloofd de waarheid. But if I have not replied your message, please don't be offended. I will reply this week. En als ik dus niet gereageerd heb op uw boodschap. Word niet beledigd. It's not because I'm angry or it's because I'm just busy. Het is gewoon omdat ik druk bezig ben. You see, I didn't dress to preach. En ziet u, ik ben er niet eens op aangekleed om te prediken. I didn't know I was going to preach. Ik wist niet dat ik zou preken. Amen. So I'm not permitting you to be wearing your meeting dress. Dus ik sta u niet toe dat u in uw culturele klederdracht komt. Amen.
Pastor Elmi taught us something very important today. Pastor Elmi heeft ons vandaag iets heel belangrijk om te weten. He said that the love of a mother. En ze zegt dat de liefde van de moeder. Is a mirror image of the love of God. En de reflectie is van de liefde van God. That's true. Dat is waar. That's true. Dat is waar. And she ended with a very good example. En ze eindigde met een heel goed voorbeeld. A sign of warning to the women. Met een teken van waarschuwing naar de vrouwen. That there is a time dat er een tijd is when the bird has to fly out. Dat een vogel moet uitvliegen. If you have studied the eagle, als je arend hebt bestudeerd, when they have a baby, als ze een baby hebben, you know, they go to the tallest tree and build a nest there. Dan gaan ze naar de hoogste boom, de grootste boom, en bouwen daar een nest. And there they lay the egg. En daar laten ze hun ei. When the egg is hatched. En wanneer die ei, zeg maar dat ei, the baby eagle comes out. Broeit, dan komt er een baby arend eruit. And they will take care of this baby. En dan zorgen ze voor die baby. With their life. Ze beschermen het met hun leven. Nothing can touch that baby. Niets kan het kind aanraken. But the day comes. Maar er komt een dag. When they will push that baby out of the nest. Dat ze die baby uit het nest zullen duwen. Let every woman say push. Zeg push. Push. Some of you didn't mean it. Say push. Zeg push. Push is not. Is not good. En duwen is niet iets goeds. Have you ever been pushed? Bent u ooit een keer, is er ooit een keer tegen u aangeduwd? Push is not pleasant. En het duwen is niet fijn. Kicking is not pleasant. Het schoppen is niet but fijn. But a day comes. Maar er komt een dag. By the instinct of the eagle. Dat het instinct van een arend. It pushes the baby eagle away from the comfort of the nest. Die zal een baby arend wegduwen uit het comfort van een nest. Because the nest is very comfortable. Want het nest is zo comfortabel. Food is there. Daar is er eten te vinden. Warmth is there. De warmte is er. Protection is there. Bescherming is er. Everything is in the nest. Alles is daar in het nest. But the day comes. Maar er komt een dag. Despite these provisions. Ondanks al deze voorzieningen. And the covering of the mother. En de bescherming, de bedekking van de moeder. She will kick the baby out. Zal ze dat kind uitschoppen. And the baby will begin to fall. En de baby die gaat vliegen. I don't know if you have ever, no, not vliegen. Vallen. I don't know if I've ever seen a bird push that. It will be falling. Je ziet een baby rolling. Vallen, rollen. She'll just be watching that. En die kijkt maar naar een. When he's about to hit the ground. Net vlak voordat hij op de grond komt. It will just fly and pick it up. Vliegt hij en dan pakt hij hem weer op. And take it up. En gaat weer omhoog. And put back in the nest. Terug in het nest. And say, we are going to do the exercise again. Dan zeggen ze, nog een keer doen wij de oefening. And then we'll push the baby away. En nog een keer wordt de baby geduwd. And the baby will be tumbling. God, en dan gaat de baby hals over kop. Will be tumbling and gaat rond. Having no breath. Die komt niet op when he's about to hit the ground en again. En net vlak voordat hij op de grond komt. Wordt de baby weer opgeschept. They will repeat this until the baby learns how to fly. En dit wordt herhaald totdat de baby leert vliegen. And once the baby knows how to fly. En als de baby eenmaal weet te vliegen. Is free to go and find his own destiny. Dan is hij vrij te gaan om eigen bestemming te vinden. As much as we love our children. Hoe graag of hoe lief wij onze kinderen ook hebben. When they are getting to the age. Wanneer ze de leeftijd bereiken. You must learn how to let them go. Moet u leren hoe. So that they can become who God has created them to be. Zodat zij kunnen worden wie God hen geschapen heeft te zijn. I told my wife. Ik heb mijn vrouw verteld. If you don't do it. Als u dat niet doet. God has a way of doing it. Heeft God een manier waarop hij dat somebody doet. Shout hallelujah. Hallelujah. I told her you are a woman, isn't it? Ik zei, je bent toch een vrouw, of niet? Normally women do it to their sons. En normaal gesproken doen vrouwen dat tegen hun zoon. So your son is going to find a woman. En dan zei ik, uw zoon zal een vrouw vinden. And that woman is going to see you as a woman. En die vrouw zal u zien als een vrouw. If you don't let him go. En als u hem niet laat gaan, she's going to fight. Zal ze tegen u vechten. Halleluja. Most of you say, why did he come back? En de meeste van u zullen vragen, waarom is hij teruggekomen? You know why? En weet u waarom? No woman wants to share his man with another person. Geen enkele vrouw wil zijn man delen met een andere vrouw. Why you see him as the mother? Terwijl u hem ziet als de moeder. The girl sees him as the husband. Ziet de meisje hem als
Of course. Echt echtgenoot. So if you don't take your distance. Dus als u geen afstand bewaart. He's going to deal with you. Zal hij met je. You'll be surprised when you come and open the curtain and say we're not at home. Go. En zal je verbazen dat ze het gordijn staat. She's not a witch. We zijn niet thuis gaan werken. She's protecting her property. Ze is geen heks, maar ze beschermt haar bezit. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. And if it's a woman. En als het een vrouw is. It will come to a point. Dan zal het op een punt komen. She'll be telling you with a different language. Ze zal het in een andere taal gaan zeggen. Leave me alone. Laat me met rust. Let me live my life. Laat mij mijn leven leiden. So you either do it with joy, dus je doet het blijf, or blijf it will be done in a quarrelsome way. Of je kunt het op een manier doen waarop er ruzie is. But it normally will happen. Maar het zal gebeuren. You must know when to let go. Je moet weten wanneer los te laten. So that your relationship can go to another level. So that uw relatie. You cannot wake up in the morning. You are sending hatches to your son. Je kunt niet your son is 22, 23, 24, 25, 26, 27. The mother wakes up and begins to send hearts. You know that heart. That you would have a heart. You would have a soul. Say, did you sleep well today? Heb je goed geslapen vandaag? No. And the thing keep on making cream, 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 cream. And the one lying next to him picks it up and says, no, it's my mother. What mother is this? What for mother is this? She says, mother live there. No. Nee. You cannot be sending at 7:30 every day in the morning. Then before they sleep in the night, you say sleep well, then you send hearts. And then weer in the avond wel te rusten met hartje. Let your relationship go to another level. Laat uw relatie naar een ander niveau gaan. Another relationship. Een ander soort relatie. Let them miss you. Laat hen u missen. So that they can come to you for advice. So that they naar u toe kunnen komen. And when you talk, en wanneer u spreekt, they will take it from you. Amen. Dan zullen ze het aannemen. Am I talking to somebody? Amen. Amen. I'm back. Ik ben terug. Yes. Amen. Amen. I'm teaching you the right things. Ik onderwijs u het juiste. Amen. Amen. And when you do it, en wanneer u het doet, you see that the relationship will be better. Dan ziet u dat de relaties beter zullen zijn. Let me tell you. Ik zal u zeggen. Football is a game I know. Voetbal is een wedstrijd waar ik van hou. You know why? Weet je waarom? The referee does everything in open air. De scheidsrechter doet alles in open en waar het open en bloot is. But training children. Maar kinderen opvoeden of there trainen. There are certain areas where you can never see what they are doing. Er zijn gebieden waar u nooit zult weten of zien waar ze mee bezig zijn. So you need to rely on God. En daar moet u dus they op can sit with you and be laughing with you and be doing terrible things you won't know. Ze kunnen met u samen zitten en met u lachen en verschrikkelijke dingen doen. Ik weet het niet. You need to just trust God. U moet God vertrouwen. Zodat they can be the best. Zodat ze het beste kunnen zijn. Monitoring spirit does not work. Een monitorende geest werkt niet. We rebuke every monitoring spirit. Wij verbreken en verbieden elke monitoring geest. In Jesus' name. Amen. In Jesus' name. Amen. Just trust God. Vertrouw op God. Who knew you would be like this? Wie wist dat u zo zou zijn? Some of you were big project for your parents, but look, sommige van u waren look at what you have become. Maar zie maar wat u geworden bent. Great and mighty people. Groot en machtige mensen. God has turned you to something. God heeft u gemaakt tot iets. Listen to Pastor Emmy and just let them fly. Luister naar Pastor Emmy en laat ze vliegen. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. When you hear that advice from Pastor Emmy, take it because. Wanneer u zo'n advies krijgt van Pastor Elmi, moet u het aannemen. She didn't read it from books, she experienced it. Ze heeft het niet uit boeken gelezen, maar ze heeft het zelf ervaren. Amen. Amen. Mark chapter 12, verse 30. Let me add a little bit to what she said. Mark is hoofdstuk 12, vers 30. Mark chapter 12, verse 30. Mark chapter 12, verse 30. Mark is hoofdstuk. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment. If you are going to love your children like you were told, als je van je kinderen gaat houden zoals het u gezegd is, unconditionally, onvoorwaardelijk, the love must start from God. Dan moet de liefde beginnen vanuit God.
And God says, God zegt, that you should love him with all your heart. Dat u van hem moet houden met heel uw hart. With all your soul, your emotions, everything. Met heel uw ziel, uw emoties. With your mind. En met uw verstand. With your thoughts. Met uw gedachten. With the way you have your mindset for life. Met de manier waarop u het kijkt is op het leven. You should love him. Zo moet u van and hem houden. And then you need to love him with all your strength. En dan moet u van hem houden met heel uw kracht. Everything in you. Alles in u. That if you love him, dat als u hem lief hebt, like this, op deze manier, you will love your children also. Dat u ook op dezezelfde manier van uw kinderen zal houden. Matthew chapter 6 verse 33, please. Matthäus hoofdstuk 6 van vers 33. Matthew chapter 6 verse 33. Matthäus hoofdstuk 6 vers 33. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness. Seek first the kingdom of God and his what? If you want to love your children unconditionally, als je onvoorwaardelijk van je kind wil houden, not the love of the world, niet de liefde van de wereld, but the love of God, maar zoals de liefde van God, God must be your number one. Moet God je nummer 1 zijn. And when you do that, en wanneer je dat doet, you will find it easier to love your children. Dan zal het makkelijker zijn voor u zijn. Dan zal het voor u makkelijker zijn. Let me tell you that it's not easy to love children. Ik zal u zeggen, het is niet makkelijk om van kinderen te houden. And somebody say hallelujah, please. Hallelujah. I want the hallelujah louder. Hallelujah. If you are a parent, I want you hallelujah louder. Hallelujah. It is not easy to love children. Het is niet makkelijk om van kinderen te houden. As a parent, there is a time you want them to just disappear from this earth. En als ouder is er een tijd dat u gewoon wil dat ze verdwijnen van deze aardbol. If you are a parent, you have never thought about that, then you need deliverance. En als je ouder bent, you can shake your head, it's not true, it's true. If you have not experienced it, it's coming. En als je nog niet ervaren hebt, dan komt het nog. Sometimes you ask yourself, where did this one come from? En soms vraagt u zich, waar komt deze vandaan? Is dit van mij? Actually, when they start opposing you. Vooral wanneer ze u eigenlijk tegen u ingaan. Everything you say. Alles wat u zegt. They say no. Dan zeggen ze nee. And they will explain to you why. En dan gaan ze ook nog uitleggen waarom. And you look at your life, it's like everything you have taught them is finished. En dan kijkt u naar uw leven en dan lijkt het dat alles wat u geleerd hebt. Dat eigenlijk klaar is. If God is not your number one, als God niet uw nummer 1 is, instead of blessing them, in plaats van hen te zegenen, you begin to curse them. Gaat u hen vloeken. That's why we pray for some of you. The curses your parents put on you so that we can break it. En daarom that's why some of you are struggling. Because of the things you did. Vanwege de dingen die u gedaan hebt. Because God was not your number one. Omdat God niet uw nummer 1 is. Instead of having patience. In plaats van geduld. Instead of looking at it from a different angle. In plaats van te kijken vanuit een andere hoek. They spoke out a word. Hebben ze woorden uitgesproken. And because of their authority. En vanwege hun gezag die ze that hebben. That word will stick. Zal het woord stand houden. But if God is your number one. Maar als God uw nummer 1 is. You will restrain yourself. Dan zult u zelf in kunnen houden. You will understand that you also offend God every day. Dan zult u begrijpen dat u ook God zal beledigen. Even when the child is still small, he's crying me, me, me. En ook wanneer het kind klein is en elke and you try to change the pampers, it pees in your mouth. And then. En u probeert het kind te verschonen en die plas nog in uw mond. And pee on your dress, everything. En op je kleren plas. And the time you just want to sleep, you start crying. En wanneer je juist wilt gaan slapen, begint je te huilen. What kind of words come out of your mouth? Welke woorden komen dan uit? Oh, handsome young boy, beautiful girl. Oh, knap boy, young boy. No, no, no. Some of the words that come out of your mouth. Nee. Sommige woorden. For a child that is helpless. Een kind dat hulpeloos. That doesn't know what to do. Niet en niks af weet. Were they good words? Waren het goede woorden? They stuck. Ze zijn daarin blijven. Oh, dat woord blijft. You need to break that word. U moet dat woord weer verbreken. See this ugly child, you will never be anything. Only cry, 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 cry. U zegt, het ziet u lelijk kind. Dus you are saying it, you are saying it to a baby of 2 months, en 3 months. Tegen een baby van let the words stay. En dan blijft dat woord hangen. And by the authority of the Almighty God. En door de autoriteit van de Almachtige God. The anointing of the Holy Spirit. En de salving van de Heilige every Geest. Every word you spoke over your children. Ieder woord dat u over uw kinderen gesproken hebt. Every word I was spoken over you. Of dat over u gesproken is. Innocently. Onschuldig. Engineered by the enemy. Gecreëerd of voortgebracht door de vijand. I break it now in Jesus' name. Amen. Amen. You shall succeed in the name of Jesus. Amen. Amen. Your life will be a success in the name of Jesus. Amen. You will not fail in the name of Jesus. Amen. You will not be a failure in the name of Jesus. Amen. Everywhere you enter, people will welcome you in the name of Jesus. Amen. When you speak, people will hear you in the name of Jesus. Amen. Your voice shall be a global voice in the name of Jesus. Amen.
If God is your number one. Wanneer God uw nummer 1 is. The love you have for your children will be pure. De liefde die u voor uw kinderen zal hebben of heeft, zal puur zijn. It will be holy. Het zal heilig zijn. And it will be beautiful. En het zal mooi zijn. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. 1 John chapter 5. 1 Johannes hoofdstuk 5. 1 John chapter 5. 1 Johannes hoofdstuk 5. Let me read verse 2 and 3. En dan lees ik vers 2 en 3. And after this, I will share with you the direct words that Jesus spoke to women. En hierna zal ik het woord dat Jezus direct sprak tot de vrouwen met u delen. 1 John chapter 5, is that right? 1 Johannes. By this we know that we love the children of God. When we love God, by this we know that we love the children of God. Your children are the children of God. By this, this is the evidence. Dit is het bewijs. When we love God. Wanneer wij God lief hebben. And keep his commandments. En zijn geboden bewaren. The proof that you love your children. Het bewijs dat u van uw kinderen houdt. Is that you love God first. Is dat u eerst laat zien dat u van God houdt. And you keep his commandments. En dat u zijn geboden bewaart. Give me verse 3 please. Vers 3 alsjeblieft. For this is the love of God that we keep his commandments. And his commandments are not grievous. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. You do not climb a tree from the top. U klimt niet een boom, u begint niet een boom in te klimmen vanaf de top. You start climbing from the bottom. U begint onderaan te klimmen. You cannot say I love my children. U kunt niet zeggen ik hou van mijn kinderen. They can do whatever they like. Ze mogen doen wat ze hebben willen. They can break every law they like. Ze kunnen elke wet breken. And then you say you love God. En dan zegt u ook nog u houdt van no, God. It starts from God first. Nee, het begint eerst bij God. And then the love will flow to the kids. En dan gaat de liefde vloeien naar de kinderen. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Let the women prophesy on their children. Laat de vrouwen profiteren over de kinderen. Begin to declare good things over your children. Verklaar goede dingen over uw kinderen. Under this onshop, begin to deze salving. And let the men also begin to prophesy great and mighty things over your children. Grote en machtige. Change the situation with your voice. Verander de situatie met uw stem. Some of you have become captives of your children. Sommige everything they say you agree. You cannot even talk to them. Je kunt niet eens tot hen praten. Begin to prophesy upon them. Declare that it shall be well with them. They will follow the right path. God will give them favor. The mercy of God shall be upon them. They will not be one of those people in the crowd, but they will be a substantial people in the world. Ze zullen verschil maken in de wereld. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. I wanted to just share a little thing with you about, because it's Mother's Day. Let's see what Jesus told women when he met them. Omdat het Moederdag is, wil ik even iets met u delen. En what Jesus did Jesus zei, tell women? Wat zei Jezus aan vrouwen? And we can learn from there. En daaruit kunnen we leren. Amen. Amen. The first time we heard about a woman in the Bible. De eerste keer dat wij hoorden over een vrouw in de Bijbel. Is in Genesis. Is in Genesis. And the Bible says that they were created man and woman. En de Bijbel zegt aan ons dat er geschapen werd man en vrouw. But the woman was locked up in the man. Maar de vrouw die zat opgesloten of in de man. And one day. En op een dag. God took the woman out of the man. Nam God de vrouw uit de man. That's the story. Dat is een verhaal. And it says she will be a helper. En het woord zegt, zij zal een helper zijn. That is the first assignment. Dat is de eerste opdracht. Anywhere a woman is. Overal waar een vrouw is. When she begins to help. When she begins to render help. Wanneer ze help komt brengen. Things improve. Gaan dingen vooruit. Because it's their natural assignment. Omdat dat hun natuurlijke opdracht is. But let's see what Jesus said to women. Just maar laten we zien wat Jezus zei aan de vrouwen. What did he say to the women? Wat zei hij aan die vrouwen? There are about 20 places in the Bible, minimum of 20 places in the Bible, where Jesus spoke to women directly. Op minimaal 20 plekken in de Bijbel heeft Jezus direct het woord gericht aan. We cannot do Mother's Day without hearing what the Lord told the women. We kunnen niet Moedersdag vieren zonder te horen wat de Heer. What did Jesus, the creator of all things, tell women? Wat heeft Jezus, de schepper van alles, aan vrouwen verteld? Matthew chapter 9. Matthäus hoofdstuk 9. We're going to read verse 20 to 23. We gaan 22. Vers. Matthew chapter 9, please. Matthäus hoofdstuk 9. Amen. Matthew chapter 9. Matthäus hoofdstuk 9.
Vers 20 tot 22. Vers 20 tot en met 22. Are we there? And behold, a woman which was diseased with an issue of blood, 12 years, came behind him and touched the hem of his garment. We all know the story of the woman with the issue of blood. We kennen allemaal het verhaal van de bloedvloeiende vrouw. A bold woman. Een moedige vrouw. A strong woman. Een sterke vrouw. A woman that hears the news in the een town. Een vrouw die het nieuws hoorde in de stad. A rich woman. Een rijke vrouw. A hard-working woman. Een hardwerkende vrouw. Who will not take no for an answer? Die geen nee voor een antwoord. Do I have such women here? Heb ik zulke vrouwen hier? A woman that is courageous. Een vrouw die moedig is. That does not stay in the condition where she finds herself. Die zichzelf niet in de conditie houdt. But looking for a condition to improve herself. Maar op zoek gaat naar een situatie om zichzelf te verbeteren. That was that woman. Dat was deze. And for she said within herself, if I may but touch his garment, I shall be whole. Please read with me this. Go back to that verse. Let's read that together. For she, let's say 1, 2, 3, go. For she said within herself, if I may but touch his garment, I shall be whole. If you're a woman, touch yourself, I'm a wise woman. I'm a wise woman. I don't talk anyhow. I don't talk anyhow. She didn't tell anybody. Ze heeft aan niemand verteld. She talked to herself. Ze sprak tot zichzelf. It's time for healing. Het is tijd voor genezing. I'm not telling nobody. Ik zeg het aan niemand. I don't want anybody to discourage me. Ik wil niet dat mensen mij ontmoedigen. I'm going on a one-woman mission. Ik ga op een één-vrouwen-missie. Amen. Every word in the Bible has meaning. Elk woord in de Bijbel heeft een betekenis. I was talking to one of my friends yesterday. Ik sprak tot een van mijn vrienden gisteren. What he wanted. Over wat hij wilde. He shared with somebody. Deelde hij met iemand. When he went for it. En toen hij ervoor ging. The one he shared it with. Degene met wie hij het deelde. Has already taken it. Heeft het reeds gepakt. As long as your fault. Dat is jouw schuld. Want ik kon je ook niet. No, I'm going on vacation in Africa. I want to go from this time to this time. At work. The other ones. Yeah, really. You're going to stay 4 weeks there. That one went back and went to take the date. And they cannot give two people at the same time. En ze kunnen niet beide op dezelfde dag krijgen. Help your neighbor, say, learn to keep your mouth shut. Where you are supposed to keep quiet, you won't keep quiet. Where you are supposed to talk. You don't talk. Wil u niet stilstaan en waar u hoort te spreken, wilt u niet spreken? After you've told your children you have 15 million, they want money, you say you don't have money. Give them money, you have money. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Say, I'm earning very fat. En dan zegt u, ik verdien dik. They need money, now give them money. Nu hebben ze geld nodig, geef het hen. Go ahead, verse 22, please. Jesus turned him about, and when he saw her, he said, look at what Jesus told this wonderful woman. Daughter, Jesus calls you daughter. Jezus roept u dochter. Every woman in this place. Elke vrouw op deze plaats. Jesus sees you as a daughter. Jezus ziet u als een dochter. He said daughter. Hij zegt dochter. He didn't say this woman. En hij zegt niet deze vrouw. He didn't say that woman. En hij zegt niet die vrouw. He said daughter. Hij zegt dochter. Be of good comfort. Jesus knows that women are always worried. En Jezus weet dat vrouwen zich altijd zorgen maken. If we use worry meter here now, we saw that you don't mean. Als we een meter zouden gebruiken om te kijken wie bezorgd is. Worry meter. Worry meter. Een zorgmeter. Worry meter. I invented it, worry meter. Een meter van bezorgdheid. Is a bee of good what? Daughter. My daughter. Hij zegt mijn dochter. Be of good comfort. Thy faith had made thee whole. Thy faith. Every woman has faith. Uw geloof. Ieder vrouw heeft geloof. Has made you whole. Heeft u behouden. Not the faith of the pastor. En niet het geloof van de pastor. Not the faith of the prophet. Niet het geloof van de profeet. Your faith will solve the problem. Zal het probleem oplossen. But you need to have comfort. Maar je moet rustig zijn. Je moet. And he said, and the woman was made whole from that hour. Amen. There is difference between being healed and being whole. Whole means there is no sign at all.
En bij het behouden houdt het in dat er helemaal geen tekeningen, geen littekens meer over zijn. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. Every woman that is here. Suffering any kind of sickness that it used to go. Amen. Be made whole in the name of Jesus. Amen. I say be made whole in the name of Jesus. Amen. Be made whole in the name of Jesus. Amen. Be made whole in the name of Jesus. Amen. Luke chapter 10. Lucas 16. We are going to read from verse 38 to 42. Hallelujah. Amen. Now it came to pass as they went that he entered into a certain village, and a certain woman named Martha received him into her house. A woman always receives people into her house. Een vrouw die ontvangt altijd mensen in haar huis. And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard his words. Two group of people, Martha. Twee groepen mensen, Martha and Mary. En Maria. Mary sat by the foot of Jesus. En Maria zat aan de voeten van Jezus. And heard his words. En luisteren naar hem. Verse 40, please. But Martha was cumbered about much serving, and came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Bid her therefore that she help me. One is listening to the word. De een luistert naar het woord. The other one has burden of serving. En de andere heeft de last om te dienen. Serving is not bad. Het dienen is niet slecht. But when you constantly do it. Maar als u daarmee constant bezig bent. Without having priority. Zonder prioriteiten te stellen. Then you are wrong. Dan zit u fout. You cannot take the time you're supposed to read the word and use it to be cleaning the house. U kunt niet de tijd nemen die u het woord hoort te lezen. Gebruiken om het huis schoon te maken. You cannot take the time you need to use to be in church to hear the word. I use it to go to the supermarket. De tijd die u in de kerk hoort te zijn, kunt u niet gebruiken om boodschappen te halen. There is priority. Er moet prioriteit zijn. That's what Jesus is saying. Dat is wat Jezus zegt. That's why I say cumbered. En daarom she was too busy. Ze was te druk. The water must be cooked at a particular temperature. Het water moet op een speciaal temperatuur zijn. The onions must be sliced at a particular angle. En de uien moeten op een vanuit een bepaalde. The cucumber must be, you know, placed in a good plate. En dat het op een hele goede manier. We need to bring down the silver plate because Jesus is here now. En de zilveren. Did you put the pepper in the oven a little bit and mix with tomatoes to grind it? No, no, not like that, not like that, not like that. Ze was te gedetailleerd. You need to grill the water. That is combat. Dat is druk bezig zijn. It's good. It's good. And you have to know when to do it. Maar u moet weten wanneer. But let's hear what Jesus said. Maar laten we kijken wat Jezus zei. And Jesus answered and said unto her. He's talking to a woman now. Martha, Martha. Thou art careful and troubled about many things. Worry me time. I wanted Jesus to talk to the women today. Ik wil dat Jezus tot de vrouw spreekt. I'm just trying to repeat what he's telling the woman. Ik probeer te herhalen wat hij tegen de vrouw zegt. Martha, Martha. Hij zegt, Martha, Martha. Thou art careful and troubled about many things. U bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. You are worried about too many things. U maakt zich zorgen over te veel dingen. Too many things. Te veel. Did my children sleep well? Hebben mijn kinderen goed geslapen? Have they eaten? Hebben ze gegeten? In Europe? In Europa? There is food everywhere. Er is overal voeding. There is bed to sleep. En bed is er ook om te slapen. Don't have to worry about it. Om zich daar niet druk om. Did they go to work? Gaan ze naar het werk? If they didn't go to work, then it's lazy. En als ze niet naar het werk gaan, dan is het gewoon laaiheid. You don't have to worry about that. U hoeft zich daar niet druk om. Did they go to school? Gingen ze naar school? The schools are there, they are equipped. Oh, de scholen zijn daar en goed toegerust. You don't have to worry yourself. U hoeft zich niet druk te maken. They will realize one day that school is important. Op een dag zullen ze beseffen dat school belangrijk is. You are worried about many things. U bent druk over vele dingen. But now look at what he said. Go ahead. Maar zie maar wat hij zegt. But one thing. Somebody say one thing. I said one thing. Let every woman say one thing. Zeg one thing. Is needful. He didn't say two, three, four, five, six things. No. Hij zegt niet drie, vier, vijf, zes dingen. Hij zegt één ding is nodig. One. Eén. And Mary has chosen that good part. See, Mary has chosen what? That good part. We shall not be taken away from her. Amen. What was
dat goed part? En wat was het goede deel? Het woord van God. Somebody say word of God. Zeg, word of God. Here is contained everything you need. Hierin zit alles wat u nodig hebt. Those things you are worrying about. Alles waar u zich druk over maakt. They are here. Ze zijn hier te vinden. The solutions are here. De oplossingen zijn the hier. The problems are here. De problemen zijn your hier. Your problem is not unique, it's here. Uw probleem is niet uniek. The solution is also here. Ook de oplossing so is hier. Jesus is saying. Wat Jezus zegt. You are troubled about too many things. U maakt zich druk over te veel dingen. You need one thing. Eén ding heb je nodig. And that thing is in the word. En dat ding is in het woord. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. You received two things already. Let's go to Luke chapter 13, please. Luke also said 13. Luke chapter 13, please. Verse 11 to 13. Verse 11 to 13. Let's hear what he's telling women again. We just interacted. And behold, there was a woman which had a spirit of infirmity 18 years and was bowed together and could in no wise lift up herself. Infirmity can make you to bow. Shame can make you to bow. Schaamte kan u laten buigen. Mockery can make you to bow. En bespotting kan u laten buigen. Family background can make you to bow. En uw familieachtergrond kan maken. Things of the past can make you to bow. Dingen in het verleden kunnen u issues can make you to bow. Zaken, problemen kunnen u laten buigen. It can become a sickness. Het kan een ziekte worden. And what did Jesus do? Maar wat doet Jezus? And when Jesus saw her, he called out to him and said to her, woman, thou art loosed from thy infirmity. Amen. Woman. Vrouw. That thing that has been holding you down. Dat wat u vast heeft gehouden. You are loosed in the name of Jesus. U bent verlost in de naam van Jezus. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. I want you to prophesy. That thing that has been holding me down. Dat wat mij beneden houdt. And making me to be ashamed. En maakt dat ik me schaam. I get loose now. I am free now. You see a woman. Thou art loose. U bent vrijgezet. Verlost. Van die ziekte. Now he's talking to all women. Nu heeft hij tot alle vrouwen. Every shame. Elke schaamte. Be loose from it in the name of Jesus. Word verlost in de naam van Jezus. Every past that you are not proud of. Be loose from it in the name of Jesus. Elke verleden waar u niet trots op bent. Every financial burden. Elke financiële last. That refuse to go. Die weigert te gaan. Be loose from it in the name of Jesus. Wees verlost in de naam van Jezus. Go ahead, the last verse, please. And he laid his hands on her. And immediately she was made straight and glorified God. She was made straight. Your life will be straight in the name of Jesus. Amen. I say your life will be straight in the name of Jesus. Your life will be straight in the name of Jesus. You'll be proud of your life in the mighty name of Jesus. Things will go well with you in the name of Jesus. Every mockery that is planned against you will cancel by the blood of Jesus. The shame of your forefathers will not come upon you in the name of Jesus. Every curse that has been reverted, that has been energized, we cancel it now in the name of Jesus. Amen. You shall rise like an eagle in Jesus' name. Amen. Now let's take the last one. The last one is a little bit long. It's a discussion. And the last is best so long and it is a discussion. It's a discussion. It's a discussion. But let's just take it gently. Maar laten we het rustig aan. John chapter 4. Johannes hoofdstuk 4. We'll start from verse 1. Let's go quickly. En dan beginnen we vanaf vers 1. Verse 1 to 26. Vers 1 tot en met 1. When therefore the Lord knew how the Pharisees have heard that Jesus made and baptized more disciples than John. Now this is competition. Hier gaat het om een wedstrijd. John started baptizing before Jesus. Johannes begon te dopen voor Jezus. Now he's baptizing more people than John. En nu is doopt hij meer mensen dan Johannes. And the Pharisees are capitalizing on it. En de Farizeeën verdienen daaraan. The Pharisees are those who always oppose you in anything you do. De Farizeeën zijn de mensen die altijd tegen u in zullen gaan. It doesn't matter whether you are doing it good or not. Of je het nou goed doet of niet. They always have something to say. Ze hebben altijd iets te zeggen. They will come against you. Zullen tegen u ingaan. They will fight against you. Zullen u bevechten. They will question your motive. Ze zullen uw motieven they have nothing to offer. Betwijfelen en niets
in te brengen. They are only to create confusion. Maar zijn alleen maar om verwarring te brengen. Jesus made and baptized more disciples than John. That's already a problem. Already a problem. That is reeds een probleem. Already, look, when you read the Bible, see the problem. There's already a problem there. Yes, because John was there before. Maar Johannes was er eerst. He baptized Jesus. Hij doopte Jezus. Remember, after baptizing Jesus, some of his disciples followed Jesus. En na het dopen van Jezus gingen mensen mee met Jezus. And say, where do you live? En ze vroegen, waar woont u? They forgot John. They say, where ze vergaten Johannes. That is trouble number one. Dat is al probleem nummer 1. When you start. Wanneer u begint. And God begins to use you. En God begint u te gebruiken. People will leave and come to you. Zullen mensen u zullen mensen verlaten en u komen naar u komen. Be ready for the trouble. Wees klaar voor de problemen. There is trouble now. Er is nu probleem. Jesus is baptizing more. Jezus doopt meer mensen. Because by human thinking. Maar zoals de mens normaal denkt. Because John is the first. Want Johannes was de eerste. And he must baptize more. Dan moet hij meer doopen. But by God's calculation. Maar volgens Gods berekening. Is not so. Werkt het niet zo. Let's see what happens next. Though Jesus himself baptized not but his disciples. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. I think that very soon I cannot be entering the water. I have people here to drink the water till I will stand by the side of the water. Amen? But I don't know yet. This is my example. I was not baptized. Dit is mijn voorbeeld. Hij doopte niet zelf. Het waren andere mensen die het deden. Go ahead. Please, we're going to 26. He left Judea and departed again into Galilee. He's avoiding them. And he must needs go through Samaria. He must needs go through Samaria. There are other roads, but he has to go through the territory of Samaria. Hij moest door het terrein van Samaria. Then cometh he to a city of Samaria, which is called Sychar, near to the parcel of ground that Jacob gave to his son Joseph. Now he has come to ancestral place. En nu komt hij naar de ouderlijke gebieden. God will lead you to ancestral place. God zal u leiden door voorouderlijke gebieden. Whatever belongs to your forefathers will have been stolen. In the name of Jesus, they will return it back in Jesus. Amen. Your father's properties will not be lost. You will get it. Amen. Hallelujah. Their inheritance. Er zijn erfenissen. Now Jacob's well was there. Jesus, therefore, being wearied with his journey, sat thus on the well, and it was about the sixth hour. Is it not strange that is of all the places is Jacob's well he wants to sit down. Is het niet vreemd dat van alle plekken dat hij bij de put van Jacob, in de bron van Jacob, his great 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 grandfather, zijn bed the inheritance that God gave to them. The how come that of all the place van alle plekken only that well alleen bij die bron that he has to sit. Moest gaan zitten. The Lord will lead you to what belongs to Amen. You. Amen. And you shall sit on it in the name of Amen. Jesus. Amen. You take possession of it in the name of Jesus. Amen. Whatever you have been denied wrongly, it shall be restored in the name of Jesus. Amen. Then cometh a woman of Samaria to draw water. The Lord bless the woman in Jesus' name. Amen. You're always walking. Amen. Jesus said unto her, give me to drink. Look at the talk. This woman was minding her own business. Jesus said, give me water to drink. Deze vrouw bemoeide zich met haar eigen zaken en Jezus zei, geef mij te drinken. Give me. Geef mij. The same thing. Hetzelfde. Do you remember? Weet je nog? When they went to look for a wife for Isaac. Toen ze op zoek gingen naar een vrouw voor Isaac. They repeat that again. Ja, wordt weer hier herhaald. Have to watch for the signs. Amen. You would letten op de tekenen, de patronen en volgen. It will lead you to what belongs to you. Dat zal u leiden naar datgene wat u toebehoort. Go ahead, please. No, go back to 7. Let me show the woman. Ga terug naar 7. Jesus will always come to you to give him something to drink. Jezus zal altijd naar u toekomen dat u hem iets te drinken biedt. And he will ask you for water. En hij zal u vragen om water. And what is this water? En wat is nou dit water? It's the word of God. Het is het woord van God. That contains life. Dat leven bevat. He will not ask you for rice and beans. Hij zal niet vragen om rijst en bonen, maar hij vraagt om het woord. Go ahead. Let's go. For his disciples were gone away unto the city to buy meat. They went to buy meat. He is by the well of his great-great-grandfathers. He met a woman.
Hij ontmoette een vrouw. Let's go. Let's go. Then said the woman of Samaria unto him, how is it that thou, being a Jew, askest drink of me, which am a woman of Samaria? For the Jews have no dealings with the Samaritans. This woman is a Nigerian. Deze vrouw is een Nigeriaan. Just do her finger. Say, how come you're asking me? We don't do anything with you. Go away. Die zegt van, hoezo komt u mij vragen? Maar hoe is het met jullie? Can't you see that I'm not one of you? Kunt u niet zien dat ik niet één van u ben? Ask me water. Wil je mij water vragen? Let's see what Jesus did. Laten we kijken wat Jezus deed. Jesus answered and said to her, if thou knowest the gift of God, and who it is that said to thee, give me to drink, thou wouldst have asked of him, and he would have given thee living water. Very good discussion. Een hele fijne discussie. The woman said. De vrouw zei. And Jesus said, if you know who is talking to you. En Jezus zegt, maar als u weet wie tot u praat. Would have asked him to give you living water. Dan zou u aan hem vragen u het levend water te geven. Why do you need water from me if you have living water? Waarom hebt u water van mij nodig als u het levend water hebt? Let's go ahead. The woman said unto him, sir. Very respectful woman. Thou hast nothing to draw with, and the well is deep. From whence then hast thou that living water? Okay. When I look at you, you don't have bucket. Meneer, als ik naar u kijk, dan hebt u geen emmer bij u. You have no rope. U hebt geen touw. And the well is very deep. En de put is heel diep. How are you going to draw the water? Hoe wilt u dan het water halen? Sometimes when people look at you, they say, how are you going to get to where you are going? Soms wanneer mensen naar u kijken, dan zeggen ze van, maar hoe zult u komen daar waar u heen wil? When you share your vision. Wanneer u uw visie met hen deelt. They say, how are you going to do? En dan zeggen ze, maar hoe gaat u het doen? Because when they look at you. Want wanneer ze naar u kijken. And they weigh you on the scale. En dan zetten ze u op een weegschaal. They see you going nowhere. Dan zien zij u nergens heen gaan. But they don't know. Maar ze weten niet. And you have God. Dat u God hebt. Somebody say amen. Amen. Let's go up with that. Art thou greater than our father Jacob, which gave us the well and drank thereof himself, and his children and his cattle? The person you are talking to is a descendant of Jacob. Degene tot wie u spreekt is de naam van Jacob. Owner of the well. Die is de eigenaar van de put. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Jesus answered and said unto her, whoso drinketh of this water shall thirst again. Anybody drink from this will thirst again. Go ahead. Iedereen die hiervan drinkt zal weer dorst krijgen. But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. But the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. This is a wonderful discussion going on. Dit is een prachtige discussie die hier. Very philosophical. Heel filosofisch. The woman said unto him, sir, give me this water that I thirst not, neither come thou to draw. Give me that water so that I will not be coming here anymore. Geef mij toch dat water flowing inside. Dat ik niet terug kan komen. Dat het very wise woman. Hele wijze no need of carrying bucket every day. Let it just be flowing. I'll be a moving tap. Just be a moving borehole. Dan zou ik maar een levende bron zijn. Jesus said unto her, go, call thy husband and come eat. Discussion has changed now. De discussie neemt een andere wijze. It is no longer intellectual. Het is niet meer op intellectueel. There is diversion here. En hier is er we are talking about water. We hebben het over water. You said there is water. En u hebt het over. That, that if you water. Give me, I will not look for water again. Als het aan mij geeft. What has that got to do with husband? Wat heeft dat te maken met mij, met een echtgenoot? But you know what? Maar weet je wat? He is the one in charge of the discussion. Hij heeft de leiding in dit gesprek. He decides what subject to discuss. Hij bepaalt welk onderwerp besproken wordt. See, go call. The woman answered and said, I have no husband. Jesus said unto her, thou hast well said, I have no husband. Oh, you don't have, okay. Let's go. Go ahead, come on. For thou hast had 5 husbands, and he whom thou hast is not thy husband. And that says that truly. Go ahead. The woman said unto him, sir, I perceive that thou art a prophet. Yes, he perceived, yes. It's correct. Now stop. Jesus of all the women in Samaria. Van alle vrouwen in Samaria.
is talking to a woman. Heeft Jezus het tot een vrouw? Who has had five husbands? Die vijf mannen gekend heeft. If that woman were to be living in your village. En als die vrouw bij u in het dorp zou wonen? Nobody would talk to her. Zou niemand tot haar spreken? No married man would go close to her. Geen getrouwde man zou dicht bij haar komen. Because if the village gossip has seen you. Want als de roddelaars van het dorp u zouden zien. You are finished. Is het klaar met u? Because that woman is already stigmatized. Want die vrouw heeft reeds een etiket opgeplakt. To be a hopeless and useless woman. Om een hopeloze en nutteloze vrouw te zijn. That is good for nothing. Goed voor niets. Then who did Jesus talk to? Maar tot wie heeft Jezus gesproken? The same woman. Diezelfde vrouw. Why? Waarom? What we say and condemn. Wat wij zeggen en wat wij veroordelen. God does not condemn. Veroordeelt God niet. God sees something good in it. God ziet iets goeds daarin. The woman said unto him, sir, our fathers worshipped in this mountain, and you say that in Jerusalem is the place where men ought to worship. In discussion, the woman is also going to another direction. Jesus said unto her, woman, believe me, the hour cometh when you shall neither in this mountain nor yet at Jerusalem worship the Father. Go ahead. You worship, you know not what, we know what we worship, for salvation is of the Jews. Go ahead. But the hour cometh now, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship him. Somebody say amen. Amen. God is a spirit. God is a geest. And they that worship him and say, oh, must worship him in spirit and in truth. These are the things Jesus is telling this woman. Dit zijn de dingen die Jezus aan de vrouw. God is a spirit. God is a geest. And they that worship him must worship him in spirit and in truth. Zij die hem aanbieden moeten hem aanbieden in geest en waarheid. Verse 25, please. The woman said unto him, I know that Messiah is coming, which is called Christ. When he's come, he will tell us all things. This woman is also very knowledgeable. Deze vrouw heeft ook heel veel kennis. She's also waiting for the Messiah. Ze wacht op de Messias. She said, I know he's coming. En die zegt, ik weet dat hij komt. Let's see what Jesus said. Jesus said unto her, I that speak unto thee am he. I am the one. Ik ben degene, standing before you. Before you start. When we read the word of God. Wanneer we het woord van God lezen. It's Jesus standing before you. Dan is het Jezus die voor u staat. What we read in the Bible. Wat we in de Bijbel lezen. Is not a historical vision. Is geen visie uit de geschiedenis. It is life itself. Het leeft, het woord leeft. I want to ask the women. En ik wil aan de vrouwen vragen. To live according to the word. Om te leven naar het woord. Jesus did not condemn that woman. Jezus heeft die vrouw niet veroordeeld. But he gave the woman the word. Maar hij gaf die vrouw het woord. Do you remember the woman that was caught? Weet je nog die vrouw die betrapt werd? She was caught in the act of it. Die werd betrapt te midden van de handeling. She was caught in the act of it. Die werd te midden van de handeling betrapt. And they wanted to stone her to death. En ze wilden haar bestenigen. Because that is the law. Want dat is de wet. What did Jesus say? En wat zei Jezus? Let any of you who has no sin cast the first stone. Laat hen die geen zonde hebben de eerste steen maar werpen. But that's not the most important thing. Maar dat is niet het meest belangrijke. The most important thing is. Het meest belangrijkste is. Jesus said. Jezus zei. Go and sin no more. Ga en zondig nooit meer. What you have done. Wat u gedaan hebt. Is a mistake. Is een fout. You did wrong. En het is een fout. But don't live in the mistake. Maar leef niet in die fout. Go and do it no more. Ga en doe het nooit meer. Most women teaching, they don't tell you that. En de meeste vrouwen die onderwijzen dat niet. The most important thing is. Het meest belangrijkste is. That mistake you have made. De fout die u gemaakt hebt. Don't make it again. Maak het niet nog een keer. Don't do it again. Doe het niet nog een keer. Live a righteous life. En leid een rechtvaardig en oprecht leven. If the foundation be destroyed. Als het fundament vernietigd wordt, what can the righteous do? Wat kunnen de rechtvaardigen dan? The foundation of everything is very important. Het fundament van alles is heel belangrijk. If the foundation is not good, en als het fundament niet goed is, trust me, reken op mijn woord. It's going to go bad. Het zal slecht gaan.
He said, what can the righteous do? Hij zegt, wat kunnen rechtvaardigen? That means the one living righteous. Dus zij die rechtvaardig. Cannot do anything if the foundation is destroyed. Kunnen niets doen als het fundament vernietigd. There is a common saying now among Christians. Er wordt nu iets vaker gezegd onder christenen. Nobody is perfect. Niemand is volmaakt. Please speak for yourself. Alsjeblieft. Maybe Satan has ordained you and commissioned you to deceive people. Misschien heeft Satan u gezalfd om u een mens te misleiden. Because the last time I checked the Bible. Want de laatste keer dat ik de Bijbel nagaan. What I saw. Wat ik zag. Is be thou perfect. Is wees volmaakt. As thy Father is perfect. Zoals de Vader volmaakt is. We are walking towards perfection. Wij werken richting volmaaktheid. We don't live in sin. Wij leven niet in zonde. And teach everybody. En onderwijs iedereen. Teach our children. Onderwijs iedereen. Teach our friends. Onderwijs onze vrienden. Nobody is perfect. Niemand is perfect. And you live in a perpetual sin. En dan leeft u in een zonde. That's not what the Bible says. Dat is niet wat de Bijbel zegt. Every sin will be judged. Elke zonde zal veroordeeld worden. No sin will go free. Geen zonde zal. It doesn't matter what you say. Het maakt niet uit wat je zegt. It doesn't matter. Maakt niet uit. You make a mistake. U maakt een fout. This is a mistake. Een fout is een fout. But you don't live in a mistake. Maar u gaat er niet in leven. And justify. En het rechtvaardigen. No. Nee. Go to God. Ga naar God. And let God help you. En laat God u helpen. Amen. God is looking for strong women. God is op zoek naar sterke Today's vrouwen. Today is Mother's Day. Vandaag is Moederdag. God is looking for strong women. God is op zoek naar sterke vrouwen. Who will raise strong men and women? Die sterke mannen en vrouwen zullen God is looking for principled women. God is op zoek naar vrouwen met principes. Who will raise the next Clinton? Die de volgende Clinton zal doen. Who will raise the next Obama? Die de volgende Obama zal doen. Who will raise great men and die women? Die grootste mannen en vrouwen zullen oprichten. People. Geen zwakke mensen. It is with principles. Het is met principes. From this word. Vanuit dit woord. You can raise your children. Dat u uw kinderen kunt opvoeden. And they will be strong. En dat ze sterk zullen zijn. Morally bankrupt people can do nothing. Mensen die moreel bankrupt zijn. They will be zijn, weak always. Want altijd zullen ze zwak zijn. God is not playing. God speelt niet. His word. Zijn woord. Cannot be joked with. Kan geen grappen meer. It doesn't matter how many people clap for you. Het maakt niet uit hoeveel mensen. You cannot change his word. Zijn woord kunt u niet veranderen. You cannot. Dat kunt u niet. You cannot. Dat kunt u niet. His son died for it. Zijn zoon stierf ervoor. Nobody is perfect. Niemand is volmaakt. Niemand is perfect. Nobody is perfect. So you live in carelessness. Dus dan leeft u roekeloos. You live in carelessness. En dan leeft u roekeloos. Doing everything God forbids. U doet alles wat God forbidt. And you justify it. En dan rechtvaardigt u het. God is still God. God is nog steeds God. Still God. Hij is nog steeds God. He drove Adam and Eve out of the Garden of Eden. Hij haalde Adam en Eva weg uit het hof van Eden. Because of sin. Vanwege zonde. How do you think he's going to leave you? Hoe denkt u dat hij u niet met u zal afrekenen? It will take long. Het zal lang duren. Because he wants you to change. Omdat hij wil dat u verandert. But he is going to deal with you. Maar hij gaat zeker met u afrekenen. This is the day. Dit is de dag. That you think twice. Dat u twee keer nadenkt. And you put your life right before God. En uw leven recht zet voor God. Tomorrow may be too late. Morgen is het misschien te laat. Somebody shout hallelujah. 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 Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Ik weet trouwens niet waarom je applaudisseert. Ik zal hiermee afsluiten. U weet dat ik gereisd heb. I saw a poster. En ik zag een poster. With a husband. Met een echte man and a woman. Met een man en een vrouw. And I said, why are they buried in the same day? En ik vroeg me af, worden ze op dezelfde dag begraven? They said yes. Toen zeiden ze ja. I said why? Waarom? He said the girlfriend of the husband. Ze zeggen de vriendin van die man. Stab the wife dead. Stab de vrouw dood. And the case has been in court for 2 years. En de zaak ging voor al 2 jaar. The judge decided the case. Ze hebben net besloten. The judge has decided the case. Ze hebben de zaak heeft is gerecht. And the man died. En de man stierf. The man's girlfriend. De vriendin van die man stab the wife dead. Stak de vrouw dood.
And the girlfriend? En de vriendin? Knows the wife. Kent de vrouw. Is always in their home. Is altijd in hun huis. Do you see how bad the world is? Ziet u hoe slecht de wereld is? Because of the stress. Vanwege stress. The man died. Stierf die man. And two of them were buried the same. En beide werden op dezelfde dag. Sin does not pay. Zonde loont niet. It looks sweet. Het ziet er zoet uit. But the result is always terrible. Maar de resultaten zijn altijd verschrikkelijk. Always terrible. Altijd verschrikkelijk. I said, stop the car, let's stop. I look at it. En ik zei, stop. Because even, the Joshua ik keek, we drive past. Ik keek ernaar. I said, is this the reason? Say, yes, is, the reason. Is dit het verhaal? Everybody knows. Iedereen weet dat. Very wealthy people. Hele rijke mensen. Worked hard. Hard gewerkt. And stabbed to death. En neergestoken. If the foundation is corrupted. Als het fundament gecorrumpeerd is. Something terrible will happen. Zal er iets verschrikkelijks gebeuren. That shall not be your portion in Jesus' name. En dat zal niet uw deel zijn. So that shall not be your portion in Jesus' name. Zal niet uw deel zijn. Everyone planning evil against you, in the name of Jesus, I revise it back to them. Amen. Every legally married woman in this house, and anybody is planning evil against you, the person will receive the evil in the name of Jesus. Amen. You shall not labor and another take. Amen. You shall not labor and another come in and take what you have labored. Amen. Amen. I pray that God will give you grace. Ik bid dat God u genade zal, barmhartigheid zal. To raise your children properly. Om uw kinderen goed op te voeden. In Jesus' mighty name we pray. In Jesus' name. Happy Mother's Day. Fijne Moederdag.